Bijzondere beelden vanuit het AZ-stadion. Deze week zijn de lichtmasten verwijderd en wordt er hard gewerkt om te zorgen dat het nieuwe dak geplaatst kan worden. Voor technisch directeur Max Huiberts is het uitzicht dus wel even anders dan anders. Ja, een bijzondere uitstraling op dit moment. Alle vier de lichtmasten eraf. Een aantal rijen zijn er al verwijderd, heb ik gezien. Dus eigenlijk zie je dat er iedere dag weer wat van het stadion afgaat. En we hopen natuurlijk uiteindelijk dat er straks weer een heel mooi dak op zit. Het is al eens vaker gezegd, het lijkt op een Oost-Europees stadion, maar dat is het ook echt. Hè? En het heeft ergens ook wel iets, alleen met ons klimaat is het toch wel handig als je er in de winter een dak op hebt. Normaal gesproken is de zomerperiode een drukke periode met het oog op de transferwindow. Maar door de coronaperikelen heeft Huiberts het momenteel een stuk rustiger. Ik zie met name dat het onderdeel van mijn vak, hè, zeg maar het opereren in de transferwindows. Dat het dan heel vaak druk is met bellen, met informeren, met interesse voor spelers. Ja, dat op dit moment wel heel erg rustig is. Hè. Er gebeurt gewoon heel weinig in de markt. Vind je dat prettig, een beetje vrije tijd? Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik vind het niet per se onprettig, omdat ik vind dat we een hele goede selectie hebben. En die natuurlijk hebben laten zien afgelopen jaar dat ze heel goed kunnen presteren met elkaar. Ja, dan is het niet zo erg om geen telefoontjes te krijgen met interesse van andere clubs. Dus nee, ik vind het persoonlijk niet erg. Ik heb veel tijd ook weer om zelf natuurlijk onze spelers die bij ons op de schaduwlijsten staan te bekijken. Dus dat is waar ik me voornamelijk nu op dit moment ook wel mee bezighoud. Nog niet zo heel lang geleden werd bekend dat Ron Vlaar zijn contract met nog een jaar verlengd heeft. Toch moet Huiberts in de verdedigende linie nog wel op zoek naar een versterking, want een van de andere verdedigers vertrekt. Stijn Ruiters heeft aangegeven dat hij voor een buitenlands avontuur wil gaan. Nou, dat is zijn goed recht, zijn contract liep af. We zijn er niet uitgekomen om zijn contract te verlengen, wat ik nog steeds jammer vind. Alleen ja, hij was duidelijk in zijn keuze daarin. Dus ja, dat betekent voor ons wel dat we natuurlijk wel op dit moment ook aan het kijken zijn of we daar natuurlijk ons kunnen versterken. Dus dat is wel waar op dit moment de pijlen op gericht zijn.